Hey, hallo, welkom in een nieuwe week en dus in een nieuwe video waarin ik het van jou vandaag wil hebben over het punt waarbij dat je geconfronteerd wordt met het feit dat je tweelingvlam of je soulmate of degene waar je een diepe zielsconnectie mee hebt, dat die stil is. Hij of zij hoor je niet of gebeurt dat hij of zij plots van de radar even voor een korte tijd verdwenen is. Nu, eerst en vooral wil ik dat je jezelf niet gek laat maken door wat je allemaal leest en hoort op internet. Waar dat ze vaak jou dan proberen wijs te maken dat ware toewijding er is wanneer je elke dag iemand hoort. Nu, ik ga nu al zeggen dat klopt niet. Dat is gewoon een overtuiging. Iets wat je overgenomen hebt en dat hoeft niet zo te zijn in jouw connectie. Nu, door zelf een tweelingvlam te zijn, weet ik heel goed hoe lastig het proces kan zijn. Omdat jouw tweelingvlam constant jouw eigen afweermechanismen triggert. En wat dat dus maakt, dat we verleid worden om in onze eigen afweermechanismen te stappen. En waarbij dat je misschien zelfs geleid wordt of de behoefte voelt om alles wat dan met de connectie te maken heeft, gewoon weg te duwen. Maar weet dat je eigenlijk op dat moment dan eigenlijk een afweermechanisme getriggerd hebt en dat het eigenlijk belangrijk is om daar bewust van te worden. Vooral als je dat bijvoorbeeld hebt in het voorbeeld waar we nu over spreken, wanneer dat je partner de neiging heeft om af en toe eens niets van zich te laten horen, dan kan het zijn dat er allerlei belletjes gaan rinkelen, dat er allerlei knoppen tegelijkertijd worden ingeduwd, wat voor eigenlijk een overbelasting van je systeem zorgt. En vooral omdat als je de overtuiging hebt dat als je partner volledig toegewijd zou zijn aan de relatie, dat hij dan dergelijk gedrag toch niet zou stellen. Is dat zo? Dergelijke gedachten worden jammer genoeg bevestigd en versterkt door posts op sociale media en video's op YouTube van vooral andere gekwetste zielen. En heel weinig tweelingvlammen zijn al in eenheid in zichzelf en in eenheid met hun tweelingvlam en delen dan nog een keer hun verhaal en hun proces op internet. Dus als het gaat over het bekijken van video's, het bekijken van tarotreadingen en dergelijke, zorg dat je eerst en vooral een andere tweelingvlam zeker volgt. Dus dat je zeker bent dat dat inderdaad ook tweelingvlammen zijn. Want vaak gebeurt het dat mensen denken dat ze in een tweelingvlamconnectie zitten, maar dat ze eigenlijk geen tweelingvlam zijn. Het gaat gewoon om een vernieuwde vorm van soulmate-connecties die neergezet worden op aarde. En daar zijn natuurlijk de tweelingvlammen de nieuwe templates rond, de nieuwe voorbeelden rond. Dus daarom is het ook belangrijk om het verschil te leren kennen tussen aangeleerde versus natuurlijke templates. Dus om in het voorbeeld te blijven, het feit dat je partner even stil is, zegt niets over de toewijding van je tweelingvlam of je zielsconnectie. Laat staan of dat de andere wel nog mee zou zijn in de reis van jullie relatie en bereid is om eigenlijk het nodige te doen. Dus doorheen mijn eigen tweelingvlamproces leerde ik dat dit alles voortkomt uit oude templates die we gewoon nu massaal aan het doorbreken zijn. En dit is er gewoon één van. En het is gemakkelijk om eigenlijk al die templates te gaan vergelijken met de verslaving. Want tenslotte, ongezonde relatiepatronen zijn verslavend. Je bent er op een ongezonde manier aan gehecht. Meer nog, vaak ben je jezelf er niet van bewust dat je die ongezonde vorm van hechting hebt. Dat je die ongezonde vorm van het doen van een relatie hebt. Want niemand heeft er jou op gewezen. En tot een bepaald punt had je nog niet bewustzijn om te gaan kijken bij jezelf van wat is er nu eigenlijk hier echt aan de hand, wat wordt er mij getoond. Wat dan natuurlijk ook allemaal verbonden is met het thema afhankelijkheid. Waar wel reeds meerdere tweelingvlamcoaches of relatiecoaches over spreken. Maar het wordt nooit niet echt concreet aangehaald van hoe dit het dan zich uit in gedrag. Dus wanneer je dit patroon herkent bij jezelf, weet dan dat het in eerste instantie aangeleerd gedrag is. Vanuit een overtuiging dat je weliswaar onbewust hebt overgenomen over hoe toewijding er moet uitzien, over hoe een relatie moet verlopen, over hoe een relatie er al dan niet moet gaan uitzien. Dus kijk verder dan wat dat in eerste opzicht
zichtbaar is, wat er getoond wordt, en leer de lessen die er te leren zijn. Het volgende wat ik je zal vertellen is heel belangrijk. Je kan zelfs een doorbraak in connectie teweeg brengen als je dit principe door je volledig systeem laat trainen. Dus als je dat niet wenst, stop dan nu met kijken. Oké, dus eerst en vooral moet je jezelf de vraag stellen in hoeverre ben ik al open om een dergelijke diepe zielsconnectie te ontvangen. Want vaak is het zo dat we eigenlijk nog niet klaar zijn volledig, dus op emotioneel, mentaal, fysiek vlak, om het diepe zielswerk te doen dat nodig is om die diepe zielsconnectie met iemand te ervaren, om daarin die connectie te zijn, zonder meer, zonder al de extra strubbelingen en ballast. Want een diepe zielsconnectie aangaan, die duwt je naar je afgrond van je zijn. Elke vezel in je lijf verandert en wordt aan een soort van controle onderworpen. Alles wat daar niet bij past, gaat zonder gezeur de deur uit. Dus geen tijd of energie verspillen aan ja, maar, nee. Enkel wat dat voor je hoogste goed is, zal kunnen blijven. Al de rest gaat de laan uit. Mee met de volgende scar of wat je het ook wilt. Tenminste, dat is als jij die diepe zielsconnectie wilt ervaren in harmonie en vrede. Want als dat niet zo is, dan is het al enkel jouw ballast en de ballast van je partner die ervoor zorgt dat er constant wrevel en eigenlijk disbalans is, waardoor jullie eigenlijk in plaats van elkaar aan te trekken, elkaar afstoten. Dus vervolgens is het ook belangrijk te beseffen dat wanneer je jouw tweelingvlam of je zielsconnectie elke dag, elke dag wel of niet hoort, dat is geen maatstaf die zegt over het feit of dat iemand nog toegewijd is aan jou en dus aan jullie relatie of niet. Waar dat het wel zegt, en dus waar het wel een maatstaf voor is, is dat het jou triggert in de overtuigingen, in de overtuiging vooral, waar dat jij nog steeds vasthoudt aan 3D-bewijzen. Zoals bijvoorbeeld dagelijks een bericht of een telefoontje ontvangen. Dagelijks een bericht ontvangen met ik hou nog van jou. Of dagelijks nog een bericht ontvangen van ik mis jou. Of wat dat ook mag zijn dat je verlangt of wenst. Dus door de stilte van iemand anders, van je partner, leer je niet alleen meer af te stemmen en vertrouwen op de telepathische verbinding die er is, maar je leert ook los te komen van de nood aan erkenning en bevestiging dat er nog steeds iemand buiten jezelf daar is in de wijde wereld die van je houdt, die jou de moeite waard vindt, dat jouw leven een meerwaarde is. En van waar komt dat vandaan? Dat is eigenlijk jouw innerlijke kind die nog steeds op zoek is naar die bevestiging. Die dat wenst omdat hij dat eigenlijk niet of onvoldoende heeft gekregen als je nog kind was. Dus daarmee aan de slag gaan helpt om dat patroon, om eigenlijk dat automatisme, dat je gewoon automatisch jezelf hebt aangeleerd, om dat te doorbreken. Wat zie je hoe ongezond dat patroon is? Je blijft afhankelijk van de ander. En net dat stukje afhankelijkheid daar rond mag je transformeren, mag je loslaten en mag je healen. Je bent goed zoals je bent. En je bent elke liefde en zeker een diepe zielsliefdesconnectie meer dan waard. Je hoeft niks te veranderen aan jezelf, los van de dingen die je natuurlijk die niet passen bij wie dat je in essentie bent. Dus waarom blijf je jezelf dan nog tegenhouden? Heal je emotionele wonden die onder andere gekoppeld zijn aan relaties. En dat is het enige wat uiteindelijk een volledige eenheid met je tweelingvlam nog tegenhoudt. En ook hier, op zich maakt het niet uit of dat je tweelingvlam in je leven is of niet, of dat je zelf een tweelingvlam bent. Het is van toepassing op elke liefdesrelatie die je in je leven hebt gehad. Dus kijk terug naar je vorige relaties, welke patronen dat je daarin herkent. Want als je het niet doorbreekt, dan ga je het opnieuw creëren in je volgende relaties of in je huidige relatie. Trouwens, het is een ander misopvatting dat wanneer je eenmaal in eenheid bent of samen in een harmonieuze relatie met je tweelingvlam, dat er geen lessen meer te leren zijn. Integendeel. Dan begint het volgende hoofdstuk en dan begint de reis samen. Want er is namelijk healingwerk dat je individueel doet, die eigenlijk is voorafgaand aan die eenheid, aan het samenkomen. Maar er is ook healend werken dat je doet van het moment dat je nog meer samen bent. Dus als ik kijk naar mijn eigen connectie, dan is er heel wat dat ik gedaan heb qua healingwerk vooral hier dat mijn tweelingvlam in mijn leven gekomen is. Tussen het moment dat ik hem heb leren kennen en nu is er heel veel gebeurd.
Maar nu zitten we ook weer in een volgende fase waarin we weer andere zaken gaan aankijken, gaan leren en gaan healen. Dus het blijft iets van lange adem. Het blijft iets waar je constant mee bezig bent, waar je constant eigenlijk verder mag gaan werken. En ook dat is wat er gebeurt in elke bewuste relatie. Want dat is hetgeen waar de tweelingvlammen eigenlijk een voorbeeld van zijn. Namelijk hoe dat je een bewuste relatie in de realiteit brengt. Dus dat betekent ook dat wanneer je in een bewuste relatie bent, dat er momenten gaan zijn waarop je elk meer je eigen weg gaat. Of tijd alleen gaat spenderen. Niet omdat jullie elkaar beu zijn of omdat jullie ruzie hebben, wat dat kan zijn natuurlijk, maar dat is dan een andere reden. Maar in eerste instantie vooral omdat jullie allebei twee individuen zijn die uit eenheid samengekomen zijn. Dus jullie komen samen om elkaar te versterken, niet om elkaar aan te vullen of die leegte die in jezelf voelt of voelde in te vullen. Zeker niet. De tijd alleen geeft jullie eigenlijk de ruimte om doorheen persoonlijke ballast te werken en jezelf verder te healen. En net omdat je vanuit eenheid samengekomen bent, dan weet je ook dat de ander er altijd voor je is. Dus je hoeft jou geen zorgen meer te maken van, is die wel nog mee? Is die wel nog toegewijd aan de relatie? Hoe gaat hij op zich reageren als ik nu tijd voor mezelf nodig heb? Nee. Hoe verder je op tweelingvlampad loopt, of hoe verder dat je in die bewuste relaties groeit, hoe dieper dat de verbinding is met je innerlijke zelf. En daar ligt dan eigenlijk weer een andere doorbraak. Net door weg te stappen van de buitenwereld, en dus meer op je intuïtie te gaan vertrouwen, laat je de magie van het universum zijn werk doen. En laat je de magie van jullie connecties zijn werk doen. Dus weet en besef en vertrouw dat je ziel alle kennis en wijsheid in zich heeft om te weten wat te doen op welk moment in deze reis naar een bewuste relatie. En dus eigenlijk in die reis terug naar jezelf. Want in de reis terug naar jezelf, als je nu nog geen relatie zou hebben, dan is dat ook de weg dat je mag gaan om eigenlijk een diepe zielsconnectie aan te trekken, mocht je die nog niet in je leven hebben. Zoals altijd, wil je ontdekken welke wonden dat je nog mag helen, of wat dat de reden is dat je voortdurend dezelfde soort partners aantrekt, of welke les dat je eigenlijk te leren hebt daardoor. Als je er alleen niet uit geraakt, of het alleen niet onmiddellijk ziet, laat mij jouw spiegel zijn, zodat je snel en moeiteloos doorheen deze les kan gaan. Je vindt terug in de linkjes onderaan de box hoe je mij kan bereiken. En dan hoop ik jou te zien in een volgende video, waarin ik het met jou zal hebben over hoe stuur je jouw emoties. Tot in de volgende!